Hallo, welkom bij Vlogboek. Boeken van Leon de Winter staan altijd garant voor grote thema's als terrorisme, religie, cultuurverschillen en de wereldpolitiek. En vaak koppelt hij dat aan een iets wat sentimenteel verhaal van een personage. Zo ook in Geronimo. Geronimo! Het boek Geronimo zal de geschiedenis ingaan als het boek van Leon de Winter over Osama Bin Laden. Ofwel UBL, zoals hij in dit boek wordt genoemd. Geronimo is het codewoord dat de Special Forces gebruiken voor deze UBL. Het verhaal draait om de actie van de Amerikaanse Special Forces die midden in de nacht het huis van Osama Bin Laden in Pakistan aanvielen en daarbij ontvoerden, archieven en computers meenamen en hem later dood in zee zouden gooien. Nu zijn er rond de dood van Bin Laden verschillende complottheorieën en de Winter put eruit in het verder fictieve verhaal met verschillende personages en perspectieven. Een belangrijk personage is Tom Johnson, een oud medewerker van de CIA die in het verleden zijn kind heeft verloren. En daar zit het sentiment. Door de aanwezigheid van Johnson voelt dit boek een beetje zoals een Amerikaanse thriller rondom een militair. Denk aan Jack Reacher of Jason Bourne, maar er wordt niet zoveel gevochten en Tom is wat zoetsappiger. Zo luistert hij bijvoorbeeld veel naar Bach. Daarnaast is er nog een Pakistaans jongetje, een verminkt Afghaans meisje naar wie Johnson naastig op zoek is, een Israëlische geheime dienst en een ijsjesetende Osama Bin Laden. De verhaallijnen doen daarbij een beetje denken aan een serie als Homeland. You're CIA. I was in the CIA. I'm a private citizen now. De charme van deze roman ligt in een krankzinnigheid. Die zou je het liefst nog wat verder doorgevoerd willen zien. Dit is regelrechte pulp, onvermengde kitsch en je krijgt het gevoel dat de Winter het erom doet. Als je graag een spannend boek met een complottheorie wil lezen, dan is Geronimo prima voor op je lijst. Het complot is verre van waterdicht, maar aan het einde ga je toch wat vraagtekens zetten bij deze hele operatie. En voor je het weet zit je op het internet te zoeken naar hoe het nou werkelijk zat. In de Nederlandse literatuur zijn er boeken genoeg met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Veel minder aanwezig zijn romans met de Eerste Wereldoorlog als achtergrond. Een oorlog die een hele generatie Europeanen heeft uitgeroeid in de landen om ons heen, zoals Engeland, België, Frankrijk en Duitsland. België was een waar slagveld en het is dus niet zo verwonderlijk dat we het bij de beschrijving van deze periode in de Nederlandse literatuur het vooral moeten hebben van de Vlaamse schrijvers. Erwin Mortier met Godeslaap, Stefan Hertmans met de bekroonde Oorlog en Terpentijn en het boek waar ik het over wil gaan hebben, Post voor mevrouw Bromley van Stefan Breis. Breis brak door met de Engelenmaker over een geflipte wetenschapper die zichzelf kloont. In Post voor mevrouw Bromley gaat het om een totaal andersoortig verhaal en thematiek. Het begint in Londen in 1914. Engeland is dan al in oorlog met Duitsland. De ik-persoon John Patterson is een zoon van een postbode. Hij leest graag boeken en wil gaan studeren. Een vriend van hem, de jongere Martin Bromley, wil gaan vechten tegen de Duitsers, hoewel hij nog te jong is om in het leger te mogen. Hij probeert John ook over te halen. Uiteindelijk lukt het Martin om aangenomen te worden in het leger. John blijft achter in Londen, gaat studeren, maar de oorlog die woedt, die blijft zijn leven beïnvloeden totdat het noodlot hem treft. Haast uit wanhoop besluit hij om dan toch maar zich aan te melden voor het leger en in het tweede deel van het boek lees je zijn ervaringen aan het Westfront. Post voor mevrouw Bromley is een dik boek, maar goed te lezen. Het gaat over mensen die voor of tegen de oorlog zijn. Over mensen die stilzwijgend demonstreren tegen de oorlog tegenover de mensen die juist menen dat ze veel herrie moeten maken. Een belangrijk motief is dat van het communicatiemiddel uit die tijd, de brief. John's vader is postbode en John krijgt zelf in het leger te maken met het doorgeven en controleren van de post. Hij besluit om gestorven kameraden in leven te houden door eigenhandig kaartjes te sturen naar hun familieleden die geen weet hebben dat hun man, broer of zoon al is overleden. Het gaat daarbij om de macht van tekst waarmee je de waarheid naar je hand kunt zetten. Maar er komt natuurlijk een moment dat de familieleden erachter gaan komen en dat John de waarheid moet gaan vertellen. Niet vouwen! We zullen er toch heen motten. Het is daarnaast een boek over oorlogspropaganda en de sociale gevolgen. Geen oorlogsverhaal met grote gevechten of spektakel, maar een verhaal dat langzaam op gang komt in Londen en dat eindigt aan het Westfront waar John erachter komt wat er met Martin is gebeurd. Simon Vestdijk, de schrijver die vele boeken en teksten schreef, was zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog een van de grootste schrijvers in het Nederlandse taalgebied. 4 jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, schreef hij Else Beuler Duits Dienstmeisje, waarin hij op satirische wijze een liefde beschrijft met op de achtergrond het opkomend nationaalsocialisme in Duitsland. Johan Rodehuis is student rechten in Leiden en op verzoek van zijn moeder komt hij weer thuis wonen bij zijn ouders en zijn broertje in Den Haag. Met grote tegenzin en met ergernissen over alle huiselijke gebruiken slijt hij zijn dagen. Totdat hij op slag verliefd wordt op het Duitse dienstmeisje van de buren, Else Beuler.
De liefde komt niet helemaal van de grond, mede door cultuurverschillen, maar ook doordat de buurt zich ermee bemoeit. Als Else teruggaat naar Duitsland, besluit Johan als een stalker, want hij vermoedt dat ze een minnaar heeft, haar te gaan zoeken. Daar komt hij in het nazi-Duitsland van Hitler en toevalligerwijs komt hij op een bijeenkomst van de nazi's waar het volledig uit de hand loopt. Buongiorno. Twee achtergrondzaken zijn belangrijk bij dit verhaal. Zo speelt Marinus van der Lubbe een rol, een communistische Nederlander die in 1934 ter dood werd veroordeeld omdat hij brand zou hebben gesticht in de Rijksdag in Berlijn. Daarnaast speelt de psychoanalyse van Sigmund Freud een belangrijke rol. Het Oedipusmotief wordt letterlijk beschreven als Johans beste vriend Peter hem het volgende vertelt. Je bent verliefd op dat meisje en nu ga ik iets zeggen om je te overrompelen omdat je verliefd op je eigen moeder bent. Voor Vestdijk was het meer dan duidelijk dat Hitler en zijn nazi-partij foute boel waren en daarmee is Else Beuler, Duits dienstmeisje, een satirische waarschuwing voor Duitse fascisme. Maar ook voor het kwaad dat in jezelf huist.